bepaalde zware concurrenten. Maar waarom? Kon ze ook niet uitstaan. Nee? Nee. Nee, maar ik heb wel teruggepest, want ik ging altijd naar de premières van hun films in mijn marineuniform. Dat denk, was nou, not done. Als ze nou Paul, dat was not done. Dat was not done. Maar iedereen heeft me natuurlijk altijd als een hele square Leidse student gezien, jarenlang. Dat niet was waar? Je toch ook? Maar ik denk, als ze dat denken, dan zal ik ze een graadje aanzetten, niet waar? Ja. Dan zal ik het nog erger maken. Dan zal ik ze in uniform, dan ben ik echt rechts, niet waar? Tijdens zijn diensttijd maakt Verhoeven een opdrachtfilm voor het 300-jarig jubileum van de mariniers. Aan wapens, explosieven en figuranten geen gebrek. Mariniers waren dol enthousiast erover, want ik had het helemaal gemaakt à la James Bond. Ik was toen een fan van Dr. No, de eerste film. En ik had precies in mijn hoofd, zoiets maak ik, maar dan is het natuurlijk een soort van pseudo-oorlogsfilm. Maar ik had het zo echt mogelijk gemaakt met een soort van, dynamiek en montage enzovoort. Die allemaal afgekeken waren van Terence Young, heette die regisseur. Die James Bond had gemaakt, die eerste twee. Opgepast! Frans Wijs gaat terug naar Rome om zijn eerste lange speelfilm te maken, Het Gangstermeisje.